Yo guys, Ledge hier met vandaag een nieuwe video en vandaag een nieuwe serie, zoals beloofd, een Minecraft Hardcore serie. Zonder veel te praten, zonder veel te zagen, gaan we gewoon verder gaan, ja. Nu, ik ga gelijk een nieuwe world maken, want anders gaat dat niet lukken. Ik ga geen seed ingeven. Of, voilà, nice. Dat is de seed. Als je de wereld ook wil spelen, pak de seed, doe er iets mee, veel plezier. Dit is legit wel veel te lucky. Ik zwaal in deze wereld naast een village. Dat was easy. Dat was easy. Dus ik neem aan dat we deze village gelijk gaan raiden. Laat ik zeggen, laat ik gewoon een blacksmith zoeken. Wow. Zou ik de wereldjes eventjes normaal willen doen? Yo, check die shit. What the fuck? Oké. Where is the blacksmith? Asking those real questions. Oh, fuck. Au. Fuck, ik sta nu onder fik. Oké, dat is mijn eerste spultje. Daar is een cave, oké. Maar ik heb geen cave nodig, ik heb een blacksmith nodig, jongens. Waar is de blacksmith? What the fuck is hier gebeurd? Oeh, een desert. Nou, deze is wel een zieke wereld. Ik zit niet bij een zee, dat vind ik ook wel goed. Want ik had wel iets proberen op te nemen, maar mijn wereld trok echt op niks. Maar deze ziet er effectief wel iets goed uit. Hier kan ik iets mee doen. Ik ben nu even een boom aan neerslaan. Ik ben nu even een boom aan neerslaan. Dat is hetgeen wat je moet doen in Minecraft om te beginnen. Oké. Voilà. Ik heb wat hout gemaakt. Ook planks. Dat is super mooi. Laat ik al gelijk een crafting table maken. Ja, ik ben toch nog aan het zoeken voor een blacksmith. Want deze is echt heel belachelijk. Dan heb ik een fucking village, is er geen blacksmith. Dus wel hopelijk binnenkort veel eten. En ik heb carrots. Maar, ik hoor trouwens een skelly daar beneden. Dat is al niet meer hier beneden. Ja, ik eet toch maar even de rot flesh. Dan kan ik toch even mooi regenen. Nee, oh, waar de fuck maak je een button? Holy shit, dat is zo stoem. Oké. Misschien kunnen we die button ooit nog eens gebruiken. Oké. Vrij stom, maar oké. Ik heb al 3 stenen meepakken. Ik vertrouw het zo hard niet. Ik vertrouw het daar echt niet. Oké. Yo, what the fuck. Die fucking golden armor aan. Holy shit. Oké, dat is niet legit. Ik ben ook... vrij veel schrik dat deze village bij de volgende nacht gewoon helemaal kapot is. Ik moet trouwens ook wol vinden, want het is, tegenwoordig is het zo, als je voor een lange tijd niet hebt geslapen, dan komen van die vliegende beesten op je af. Dus dat is niet zo chill. En die worden elke nacht sterker en sterker dat je niet slaapt. Oké, getting an upgrade, dat vind ik... Ja. Nee, oh shit. Ja, nee. Au, ik... Fuck, man. Nee, deze is niet goed. Holy shit. Volgens mij hebben die op elkaar geschoten. Ik ga eventjes regenen. Oké. Fuck. Nee, ik wil niet doodgaan. Deze zou heel gênant zijn. En het zou mijn Minecraft ego breken. Oké, ik heb beter food nodig. Waar zijn die carrots? Nou, wacht, hier zal wheat ik kan pakken. Oké, nice. Ja, ik wil gewoon fucking rustig minen en dan zitten er weer fucking skeletons. Dat is echt typisch. Oké. Ik ga even nog een broodje maken. Voilà. This wasn't planned, guys. Oh shit. Oeh, dat is mis. Oké, dat is er al 1. Dat zijn er 2. Fucking hell. Nee, serieus. Oké, ik heb een idee. Ik maak hier al een soort van base in de village. Oké, ik moet heel goed oppassen. Deze is heel gevaarlijk. Deze kan mijn dood zijn.
I don't like this. voilà. Dit is niet echt een proefval. Ik zou iets beter moeten leren van Trump. Maar ja, maakt niet uit. Maar nee, guys, how are you doing? we waren al bijna dood, omdat er een hoop skeletons op ons afkwamen. Ik merk het niveau, zeg maar wel, van hardcore. Het is al iets moeilijker. Misschien toch een beetje onderschat. Maar we gaan zien hoe ver ik het breng. Het beste zou natuurlijk zijn tot de Ender Dragon. Als ik de Ender Dragon heb verslaafd, dan stop ik. Verslaafd, what the fuck. Als ik de Ender Dragon heb verslaan, dan stop ik ook effectief met de serie. Misschien is het wel een goed idee als ze hier zo een deur plaatsen of zo. Zo hier. Ja. Dat lijkt me wel een goed plan. Ik ben even dit hier aan het fixen. Voilà. Nice. Oké. En dan bouw ik daar straks een deur. Of ik kan gewoon een deur ratten. Dat is nog beter. Voilà, perfect. Sorry, boys. Ik plaats er ooit wel eens een nieuwe deur. Maar de deur is nu even mine. Deze is echt nu al super lelijk. Maar op zich maakt het niet uit. Het is maar hardcore. Daar is een zombie. Die moet ik wel... Oh, fuck. Dat was niet zo slim. Oh, shit. Ik moet hier weg. Ik ben iets te weinig geld. Ça va. Ik heb eigenlijk gevoel dat deze village niet zo'n super veilige plek is, to be honest. Maar ja, ik moet ook nog trouwens alles replanten. Voilà. Maar op het moment is een village wel nog een soort van goede plek of zo om te overnachten. Alhoewel, overnachten sowieso niet. Dan ga ik echt wel sowieso dood. Maar ik stel voor dat ik de cave een beetje ga exploren. En niet snel dood ga. Ah, hier is een spawner of... Ik denk dat hier legit een spawner is. Wacht. Wat is hier? Yo! Ah, nice. Hier is dingen. De watermel. Shit. Even hier toch alles wel een beetje oplichten, zodat we... What the fuck, deze is echt niet de bedoeling. Deze is wel interessant. Dat is voor de volgende keer. Deze keer ga ik nog niet zo diep in de mine. Ik kom even alles oplichten, zodat die monsters stoppen met recht onder ons te spawnen. Dat is al een stuk beter. Ik ben teleurgesteld in mijn eigen Minecraft skills, om eerlijk te zijn. Ik dacht dat ik het beter ging doen. Ik dacht legit, ik ben die OG Minecraft speler, maar nee. Helemaal niet. Gewoon helemaal niet. Nice. We hebben nu al een hoop kool. En een hoop iron zou nu wel van pas komen. Zou toch wel mooi, hè? Ah, voilà. Als je van een duvel spreekt, jongens, toch? Zo. Plankendal. Let's go. Dat is hier toch wel heel mooi stuff. Nu, ik wou eigenlijk over iets praten, maar ik heb eigenlijk totaal geen goed onderwerp. Ik zou kunnen zeiken over de klimaatmars, maar laat ik dat niet doen, want ik had wel alleen maar onzin spouwen. Dus, maar mocht je mijn mening echt wel willen weten over de klimaatmars, let me know. Down below in the comments. Maar ik denk niet dat iemand show staat voor dat. Dat is zo iets te actueel. Ik ben ook niet zo super goed om mijn mening uit te brengen. Ik hoor een skelly. Misschien strak deze site van de... Ja, nee. Dat wordt hem niet. Oh, shit. Laat ik hier snel even een hutje bouwen. Voor al de monsters die komen. Ze gaan langzaam ook bovengronds beginnen spawnen. Zo. Ja, het is een heel klein hutje, maar... Ik heb geen zin om dood te gaan. Het is zelfs... Je kunt het geen hutje noemen. Oh, shit. Voilà.
Ja, ik weet het. Heel de village zou waarschijnlijk doodgaan, maar oké. Dat is dan jammer voor de village. zolang dat ik maar veilig ben, this should do. Laat ik wel nog snel wat hout halen. En misschien wat eten. Maar ik moet hier niet te lang mee wachten. Zo. Dus kijk naar er ergens carrots zijn. Denk het eigenlijk niet. Oh shit. Daar zijn dus bijvoorbeeld al heel veel monsters. Laat ik even terug naar beneden gaan. Voilà. In mijn fatte base hier. Oké. Ja, maar. Ja. Ja, oké. Juist, ik had ook nog hout nodig. Fuck. Laat ik daar ook even voor teruggaan. Gewoon één lok dingetje is genoeg. Zo. Oké, ik ben terug weg. Doei. Doei. Nice. Het gaat pijnlijk zijn om alle villagers te horen doodgaan, maar ja, oké, we hebben ons best gedaan. We hebben super hard ons best gedaan. Oké, we didn't do shit, I know that. Voilà. Misschien ook wel een beetje steenmijnen. Voor een furnace, zodat ik even mijn iron daarin kan droppen. Is ook wel handig. Ja, even de crafting table gebruiken. Back to basics. Oh. Had ik dat even hier plaatsen? Dit is echt al de skeerste base ooit, maar oké, maakt niet uit. Voilà. Mijn eten gaat nu al niet meer zo super lekker. Voilà. Zo. Die 200 sticks wil ik gebruiken voor een iron pickaxe. Dat lijkt me wel handig. Hier was een skelly. Ja. Oh. Let's go. Oké. Okay. Spannend. Ja, maar hier is geen tering. Oké, ik pak wel even de kool mee. That's good, sort of. Ik pak altijd gewoon in het begin altijd overdreven veel kool mee. Komt ze in handy later. Hoop ik. Zou nice zijn. voilà, laat ik dat allemaal even meepakken. Let's go. Ja, ik ga toch even die rotte flesje eten om een beetje health te regenen. Het zijn skere tijden. Ik hoor een fucking hond. Oeh, hondjes. Als we daar onze vrienden van kunnen maken, dan zullen het onze schild en vrienden zijn. Props naar Bart Wever voor die joke. Props, what the fuck zei ik? Shoutout naar Bart Wever of zo, weet ik veel. Oké. Zo. Oké, hier is gewoon cola later al kunnen meepakken. Ik ga even gewoon meepakken tot deze pickaxe kapot is. En dan ga ik iets dieper in de cave met de iron pickaxe. En dan zullen we zien waar we geraken. Oké, dat was iets minder lang dan ik dacht. Maar we hebben wel een hoop iron. Misschien kunnen we ook een shield maken. Hoe moet je een shield maken? Ik wou eigenlijk geen gebruik maken van deze lame shit, maar oké, that's too late. Waar staat schild? Ah, daar heb je ook hout voor nodig. Ja, dat is jammer. Dat is jammer. Zo. Oké. Ja, deze, ik voel me al een stuk veiliger. Ik voel me al een stuk veiliger. Nog altijd vrij brak wel, maar ik voel me al een stuk beter. Oké. Ga dood, ga dood. Nice. Ik kan hier naar buiten, precies. Dag hondjes. Oké, hier is iron gewoon. Nice.
Zal ik die kool ook nog even meepakken? En dan gaan we in dat dieper stukje van die cave. Dat lijkt me wel een goed plan. Oké. Mining very beautiful. Oké. Taking all those coals. We hebben al nice meer aan stack. Dat is wel zeker voldoende. Voor op het moment. Ja, het voordeel is nu moet ik gewoon geen schrik hebben om mijn stuff kwijt te geraken. Want als ik dood ga, dan is het toch gedaan. Dus ik kan gewoon zoveel meepakken als ik wil. Hey. Een beetje voordeel, nietwaar? Oké, laat ik even naar het diepere deel van die cave gaan. Oh shit. Oké. Waarom is het hier zo donker? Ah ja, het is nacht. Dat gebeurt meestal wel. Er zijn precies nog vultjes in leven. Dat is mooi om te zien. Maar voor lang? Dat is de vraag, hè. Ja, er was hier ergens een dieper deel naar een cave. Volgens mij is... Ja, het was hier. Oké. Oké, hier moet ik wel een beetje oppassen. Een beetje veel. Oeh, stiefens, ik verschiet. Oh my. Ik heb iets laten vallen. Oh. Dingen en stripmine op het moment nog een beter idee is. Oeh shit, die guy heeft een schep. Oh shit. Nee, ik kon nog niet doodgaan. Oh fuck. Ik heb een half hartje. Holy fuck. Half hartje. Oeps. Oeps. Oké. Deze gaat niet goed. Ik overleef dit echt nooit lang. Ja, hier is alles al vrij veilig. Dus ik pak dat ik hier iets naar beneden bouw. Als ik een halve foodbar meer had, dan had ik kunnen regenen. Als een normaal iemand. Oké. Ik hoor gewoon heel het zombies. Ik zit echt heel dicht tegen een cave. Af en toe, als er nu een skeleton achter mij staat, dan is het echt wel gedaan. Dan is het echt wel gedaan. Welk niveau zitten we? Oeh, 52. Holy shit. Hoe hoog zit ik dan? Ja, wacht maar. Hier is het belachelijk om een stripmine te maken. Hè? Als het zo hoog is... Denk ik de volgende aflevering weggaven uit deze stripmine. Dus ik... Wacht, ik burn deze al even. Maar, oh, het is dag. Nee. Fuck, fucking hell. Oh boy. Fucking hell. Hoe vaak ben ik al bijna dood gegaan? Dat ging ook maar nipt goed. Oké. Het is al terug dag. Ik ga naar die woestijn, denk ik. Ik ga hier nog wat eten pakken. Zo. Maar laten we zeggen dat ik op het moment gewoon hier even uit oprot. Want ja, deze is echt wel fataal. Oké. Kijk, ik zie al heel veel mensen denken, stop daar alsjeblieft direct mee, dat is zo fucking debiel. Ik ga even al mijn spul inpakken en ik denk dat we gewoon gaan oprotten, want ik was nu al bijna dood. Vrij erg eigenlijk. Oké. Okay. Oh shit, friet mijn eigen ongeluk. Oké, het was leuk om hier te zijn, maar ik kan hier al weg. Oh, ik heb een voice crack. Oké, sorry. Dat moest... Oké, voilà. Voor de thumbnail. Kan je even nog meer wiet meepakken. En ook misschien nog van die beetroot. Maar hoe fucking snel gaat mijn honger? Dat is echt belachelijk. Oké. Oeh. Ja. Buh, joh.
Echt ook gewoon, deze echt wel een heel teleurstellende village. Ook geen carrots. Of toch wel, let's go. Er zijn wel carrots, nice. En potatoes. Oeh. Spicy. ik moet deze wel niet opfokken, want ik heb buiten de cave toch nog wel een goede start gehad. Maar ik moet echt wel gaan zoeken voor dinges. Ik pak trouwens alles mee. Seeds die ik toch niet meer nodig heb, dus ik plant ze maar gewoon terug. En wat karotten, hè. Zijn deze carrots? Ik ben aan het twijfelen, ja, oké. Okay. Zie je, er zat ook gewoon een gewone seed tussen. Oké. Okay. Mooi. Nog meer carrots. Nice. Ik denk dat ik ga oprotten. Ik ga nu deze pakken. Oeh, ik heb heel veel carrots. Misschien toch overwegen om een huis te bouwen of zo. Mijn plan was eigenlijk gewoon eerst om gewoon, ja, overal door te crossen, zou ik het zo zeggen. Even deze kapot slaan met een broodje. Dat klinkt zo stom, ik weet niet waarom. Oké. We gaan gewoon op avontuur. Sorry, village, ik heb u een beetje half gereed. We gaan de volgende aflevering. Laat ik even de high ground pakken. Maar we gaan misschien wel nog terug naar deze village. Ook gewoon omdat hier wolfjes zijn. Die komen misschien ook wel nog van pas. What the fuck zeg jij hier aan toe? Holy shit, dat gaat helemaal nog naar hier. Misschien is hier wel een blacksmith. Nee, denk ik niet. Dat zou iets te mooi zijn, maar wie weet. We kunnen naar daar gaan. We kunnen ook daar zijn paardjes. Daar is een desert. Misschien wel met een desert temple. From the way I see it, we can do whatever we want. Holy shit. Oh, fuck dat, jongen, echt. Ik maak gewoon ook gewoon heel het land lelijk. Het maakt mij niet uit. Ook al is het een vrij mooie wereld. Ik heb echt een mooi, ik heb echt een goede wereld. Ik moet echt niet klagen eigenlijk. Daar nog wat piggies. Waar zou ik gaan? Ik ga sowieso wat meer daar zien, denk ik. Ja. Maar dat gaat voor de volgende keer zijn. Al die dieren ook gewoon afslachten. Alhoewel, ik denk gewoon dat ik hier mijn huisje ga maken en van daaruit gewoon naar shit toe ga. Zoiets. Want het kan gewoon goed zijn dat in dat mountaingebied gewoon stronghold is. Dat kan best zijn. Pas een blauw duimpje omhoog. Abonneer de volgende keer. En de volgende keer meer. Minecraft hardcore. En dat is morgen. Dus ik zeg, ciao.